fijn dat jullie er zijn. We hadden gisteravond al een fantastische bijeenkomst. Een heel nieuwe invulling aan het begrip walking dinner. Over de hele Haarlemmerstraat, die prachtig nieuw is aangelegd. We hebben er gisteren al uitgebreid bij stilgestaan, maar het hoogtepunt ontbreekt nog. En het hoogtepunt staat hier achter mij, nog achter de bouwhekken. Die gaan we zo meteen weghalen nadat we feestelijk bedacht hebben de opening ervan. Ik vind het heel erg leuk, want als jullie hier deze zomer zijn, of laten we hopen het voorjaar, met prachtig weer. En je denkt nog eens terug aan deze ijskoude dag in maart. Jullie waren erbij. Ja. Maar dan mogen jullie hier met recht zitten, net als al die andere lijmnaars en bezoekers van de stad, op een prachtig nieuw ontmoetingspunt. Want daar gaat het om, niet alleen een prachtig nieuwe straat met winkels, maar ook waar je graag komt, graag loopt en ook halverwege nog eens lekker kunt uitrusten, goed kunt zitten, kunt afspreken met mensen. Dat kan hier straks allemaal. Volgens mij de meest bijzondere zitplek van heel Leiden gaan we nu op. Maar voordat we dat doen, het woord aan de man die er keihard ook aan meegewerkt heeft, voorzitter van de winkeliersvereniging Dagobert. Kom erbij. Dankjewel. We gaan zo samen knippen. We gaan dat zeker doen. Hoe voelt dat? Ik heb er echt zin in. Ik heb gisteren al een hele scootje gehouden. Ik zal het wat korter houden dan gisteravond. Wat ik al zeg, dat heb ik gisteravond ook gezegd, het is een waanzinnige straat geworden. Vooruit, achteruit, er komen nog een paar bankjes op de straat. En ik denk dat we met z'n allen daar heel trots op mogen zijn dat we samen dit voor elkaar hebben gemaakt. En uiteindelijk dan het zit-element gaan opdoen zo meteen. Ik denk dat iedereen blij mag zijn dat deze straat geworden is zoals die is. En dat we daar nog een aantal jaren van mogen genieten. En dat we daardoor ook alle klanten maar weer de stad in mogen trekken. En met twee mooie parkeergarages erbij. Ik denk dat het weer een hele gezellige en levendige stad is. Dus bij deze denk ik dat we het maar moeten doen. Gaan we doen? Ja, we gaan het doen. Dat is zo. Kijk, daar is hij. Daar is hij. Hij is echt waar. Zou je hem een stukje daar uit? Ja, top! Ja, rustig aan, hè? Zeg maar. Een stukje naar links. Kunnen jullie eventjes kijken, naar mij kijken? Dus, en dan blijkt het zo bot en dan blijkt het zo bot. 1, 2, 3. Waarom voel ik dit nou al aankomen? Gefeliciteerd. En jullie ook van harte, want jullie hebben allemaal keihard meegewerkt. Dankjewel. Nou, we zien wat erachter zit. Ja, dat willen we zeker niet. We zien wat er is. Even zo. Oh, mooi. Oh, ik ben er ook nog wel bij. Oh, kijk uit. Oh, hij is hier mooi. Mooi is hier mooi. Ja, je moet er even op zitten, hè? Dat is heel mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, het is genieten. Ik zit er zo. Help, man!